Maandag 28 januari. De toetsweek is begonnen. Om 8:30 maak ik economie. 2,5 uur later scheikunde. Daarna ben ik moe. Maar ik moet er nog één. Latijn. Toen ik hier wat van zei, kreeg ik het antwoord. Het is even door de zure appel 1 bijten. En dat is precies hoe ik de afgelopen jaren mijn middelbare school heb ervaren. Begrijp me niet verkeerd. Ik voel me bevoorrecht om te leren. En ik vind leren ook leuk. Maar de school begint te vroeg. Lessen zijn te saai. En de dagen zijn te lang. En ook, de druk is hoog. Hoewel Nederlandse leerlingen beter scoren op vakken dan van wiskunde en taal dan de meeste Europese leeftijdsgenoten, blijken wij wereldwijd de minst gedisciplineerde en de minst gemotiveerde leerlingen te zijn. Tijdens lessen wordt er gepraat, geappt, gestaard en zelfs geslapen. Maar geleerd? Gemotiveerd? Amper. Heel vaak wordt het probleem neergelegd bij de leerlingen zelf. Wij zijn te lui. Het is de zesjescultuur. Maar hier ben ik het niet mee eens. Dit proces en dit probleem is al jaren aan de gang. En het lijkt dat iedere leerling hieronder lijdt. Met een ander systeem, meer persoonlijk en meer gefocust op de goede kanten van de leerlingen. Meer gefocust op het ontwikkelen van talenten. Zullen veel meer jongeren in staat zijn om nieuwe talenten te ontwikkelen. Hoe we dit gaan doen? Door onderwijs op maat, denk ik. Onderwijs gericht op de leerling zelf en niet gericht op de gemiddelde leerling. En ik begrijp dat het een ingrijpende verandering is voor het onderwijs. Maar iedere kleine stap die is er eentje en we kunnen niet blijven stil blijven staan. Denk op de korte termijn bijvoorbeeld aan flexibel onderwijs. Beloon goede leerlingen door ze niet te sturen naar saaie lessen die ze toch wel begrijpen. Maar geef ze een nieuwe uitdaging, iets zoals het leren van een nieuwe taal, zoals Chinees of Russisch. Maar bijvoorbeeld ook meer sporttijd. En leerlingen die iets meer aandacht nodig hebben, iets minder goed zijn in bijvoorbeeld wiskunde, zorg ervoor dat zij in plaats van lessen die zij saai vinden, zoals taal en waar zij al goed in zijn, meer aandacht kunnen steken in lessen zoals wiskunde. Investeer ook in leraren. Uitdagende en goede lessen kunnen alleen worden gemaakt met goede voorbereidingen. En voorbereidingen kost tijd. Tijd die bijvoorbeeld kan worden gewonnen door langere pauzes. En ook de status van de leraar. Die in Nederland redelijk laag is, kan wel wat omhoog. En als laatste, als dit niet genoeg is, dan moeten we misschien een bezoekje brengen aan Finland of Zweden, waar dit allemaal wel goed lijkt geregeld te zijn. En luister ook naar de leerlingen. Want ondanks al onze beperkingen zijn het wij die de lessen volgen. En wij zijn de toekomst.